Wel, omdat je niet per se die complexe regels van het erfrecht onder de knie hebt. Verder, een testament kan soms volledig fout geschreven zijn of onleesbaar. Ook bij een eigenhandig testament heb je ook geen controle over de omstandigheden waaronder het geschreven is. Stond die persoon misschien onder druk? Of onder ongepaste beïnvloeding, of was die mentaal niet helemaal oké. Dat zijn toch allemaal zaken. En als er te veel vragen overblijven, ja, dan heb je later misschien discussies met de erfgenamen of zelfs met de fiscus. Ja, helaas, dat komt wel voor. Zeker als bijvoorbeeld kinderen onterfd zijn, dat weegt enorm mentaal. Je blijft met vragen zitten en de persoon aan wie je die vragen zou willen stellen, die is er dan per definitie niet meer. Dus eigenlijk, ja, alles goed doorspreken tijdens het leven zou ideaal zijn.